mensen, Lorenzo Games hier zo, met vandaag aflevering 17 van Minecraft Survival. We zijn weer terug. In deze aflevering hebben we al besloten dat we gaan minen. Dus vandaar. Dus ik zeg let's go. Ik heb trouwens wat even met mijn FPS gekloot en gedaan. Ik hoop dat het nu wat beter is. Maar dat zal ik gauw genoeg merken. Dus vandaar. Heb je alles? Ja, ik ga eens even wat food koken. Oké. Ja, en ik lijk weer de motherfucker. Nu niet meer. Ah, fuck my life. Nou, ik ga even kijken wat. Wut. Oh, dat zag er vaag uit. Oké. Oh. Kijk, en ons huis is weer helemaal clean. Yay. Geen creeper gaat meer. Ja, inderdaad. Even kijken, kan ik jouw naam vinden? Waar ben je? Ik ben gewoon in het huis. Ik kom naar de maan. Come on. Hop. Moet je geen voet? Wat hè? Moet je geen vlees of voedsel? Ik heb 12 van die cooked pork chop erin zitten. Nou, ik niet. Ik heb maar 4 potatoes. Oké. Sorry, ik zit mezelf een beetje te vermaken. Ah, leeg! 12 is nog genoeg. Wat zei jij? 12 voet is nog genoeg, hoop ik. Ja, kom. Ja, nu voel je ik het. Even kijken, wacht. Ik zal heel even kijken. Oh ja, hier hadden we toen zo'n Unbounded Mineshaft. Wauw, ik vind het logisch dat ik het werk vertel. Hé, daar is iron. Waar? Links beneden. Ah ja, omdat. La 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 la. Started walking, it's my regular routine. I am on the search for some diamonds. Welke layer is dit überhaupt? 32. 33 staat bij mij. Ja. Logisch. Even kijken. Ik ga wat rails meenemen. Ja, is goed. Ik pak wel even wat random shit, kool en zo. Oh ja, die chest in de mineshaft, die moet als het goed is in dingen zitten. Op rails. Wat dan? Je weet dat ze hadden veranderd dat je rails, dat je zo'n chest card hebt. Ja. Dus dat moeten wij vinden, dat spul. Maar dat is alleen als je het zelf erin zet. Nee. Volgens mij wel. Volgens mij niet. Nou, we zullen het gauw genoeg zien. Maar dan moet het nieuw gerenderd shit zijn en zo. Oh ja, dit herinner ik me nog. Heerlijk. Weet je wat niet zo heerlijk is, die lag. Heerlijk ook, maar het is. Ik ga. Even serieus, ik ga zo meteen rage quitten, jongens. Oh, niet normaal. I don't like lag. Ik ook niet. Niemand houdt ervan. Nou, inderdaad. Waar ben je?
Ik ben gestopt met samen spelen. Team 1, chest. Met niks. Nee, ik heb al heel veel chesten geloot in deze cave. Waar de fuck ben ik nou weer beland? En hoe denk je dat we aan die melon seeds kwamen? Ja, true. Hey, en hier? Ha! Hier heb je het nog niet geloot. Er zat kool in. En brood. Dit gaat heel diep naar beneden. Hier is zo'n ravijn. Zal ik er gewoon inspringen? Kun je doen. Oké, als mijn nek weg is. Ik heb net een ding gesloopt. Zo'n spider spawner. Oh, handig. Auw. Dat deed pijn. Even wat aren. In de plaats dat we nou de diamonds ervan winnen. In plaats van aren. Maar ja. Nou, iron is ook makkelijk. Wat hè? Iron is ook makkelijk. Ja, sowieso, dat wel hoor. Maar het liefst heb ik wel diamonds. Sowieso omdat we niet super veel ervan hebben al. Mm-hmm. Want we hadden nog 6 diamonds. Hadden we eigenlijk al een enchantment table. Yep, tweede verdieping van ons huis. Oké. Weet je dat niet meer? Nee. Oké. Oeh, lekker veel kool. Ja, ik heb ook heel veel kool. Oké. Zeker en niet. Even kijken, want ik word er helemaal lijp van gewoon. Is dit beter? Details. Waar kan je nou ook alweer die... Nou, ik weet niet meer. Verbet. Ik blijf proberen, mensen. Ik hou vol met proberen het FPS te fixen. Maar het lukt niet altijd, helaas. Want ik wil gewoon dat de Minecraft Let's Play gewoon doorgaat. En niet dat hij stopt. Want het is een awesome Let's Play. En de langste. Nou, volgens mij had ik iets met aflevering 20 of zo, hè, met NL Toby. Auw. Dit heeft pijn. Wat een random pijn. Een random creeper die achter me komt te blazen. Oké. Okay. Ik weet op zich best wel iets leuks om te gaan doen, eerlijk gezegd. Maar en dat je? Ik weet niet of jij dat ook goed vindt. Als je niks zegt, weet ik niks. Nou. Het zit zo. Hoi! Nee, gewoon weer. Nee, kijk. Mensen, ik heb de vorige keer heb ik ook al gezegd tegen jullie dat we zo'n scoreboard gedoe gingen maken. Ik bedoel geen scoreboard, maar met je, waar je je naam op kan laten zetten en zo. Als je bijvoorbeeld iets deed. Ja, van wat je van die kelder vond of zo. Ik weet niet meer wat het was. Maar, nu zit ik te denken. Ik kan mensen uitnodigen om samen met mij gewoon één aflevering van een Let's Play op te nemen. Dat kan. Maar dat moet dan ook met puur VWC. En daarom weet ik niet of jij dat goed vindt. Nou, dat maakt mij niks uit. Oké. Okay. Dus mensen, bij deze. Je hoeft niks te doen. Tenminste, je... Het liefst heb ik natuurlijk wel dat je zegt tegen mensen van kijk, ik heb met een aflevering bij Lorenzo Games meegedaan. En ik vond het super leuk. Nu moet jij even die video kijken en zeggen wat je ervan vindt en zo. Kijk, als je dat gewoon doet, dan vind ik het helemaal perfect. Dus bij deze, laat even weten of jij wil meedoen in een video.
van mij. Ja? Dus een Minecraft Let's Play aflevering. Ja? Moet je even zeggen? Want dan is het goed. Seems legit. En ja. Dus vandaar. Dus ja, laat het even weten in de reacties. Je hoeft niks ervoor te doen. Zolang jij maar wel gewoon even wanneer je hebt meegedaan of zo. Gewoon dat je even tegen je vriendjes, vriendinnen, moeder, weet ik veel wie allemaal. Wie allemaal YouTube checkt en maakt video's. Zodat ik maar gewoon wel gewoon tegen hun zegt van kijk, ik heb in deze video gespeeld, wil je like of zo, weet je. Dan word ik sowieso ook wat bekender. En voor jou is het natuurlijk ook leuk. Dat mensen gewoon interesse in je hebben hoe jij het hebt gedaan, soort van. Begrijpen jullie? Dus nog een keer zet in de reacties of je mee wilt doen. En dan geef ik zo snel mogelijk reactie terug natuurlijk. Dus vandaar. Ah, ik heb een zombie spawner gevonden. Oh, oké, okay, nice. Met een enchanted book met sharpness 3. Oeh, wauw. Nice. Even een beetje aan zetten. En mensen, ook nog super bedankt voor het abonneren op mij, jullie allemaal. Ook al misschien zijn er mensen die er niet kijken nu. Maar alsnog, echt super bedankt. Ik zit op dit moment op de 93 abonnees. 93. En dat vind ik echt wel super vet gewoon. Dat ik dat gewoon voor elkaar heb gekregen. Het heeft een jaar geduurd. Ik had in maart of zo, had ik mijn kanaal een jaar. De datum precies weet ik niet eerlijk gezegd. Anders had ik namelijk wel iets vets gedaan of zo met mijn kanaal. Maar dat is nu een beetje te laat voor. Maar alsnog super bedankt gewoon voor het abonneren. En ik vind het echt gewoon leuk dat jullie gewoon mij abonneren. Ik heb er lol in, weet je. En jullie hebben er dan ook lol in om mijn video's te kijken. En dat houdt dus ook op zich voor mij wel in dat ik gewoon een beetje gewoon leuke gameplays maak van video van games natuurlijk. Nou, laat me wel eens. Ja, bedankt. Hè? Lijkt me logisch, ja. Ja, daarom. En vooral wanneer ik mijn nieuwe PC gedoe heb, dan wordt het al helemaal awesome. Nieuwe gameplays gedoe. Dus ja, vandaar. En ik kan nu in 1080p oftewel Full HD uploaden. Dus dat is ook wel nice. Maar ja, want eerst had ik nog niet door hoe dat moest en zo. En ik ging even experimenteren met shit. En toen werkte het. En ik was super blij. Dus vandaar. Even kijken. Ik zit nu gewoon in een cave. Ik zit niet meer in mijn Minecraft. Ik ben gewoon een cave ingerend. Ja, ik zit bij die ravijn in de buurt waar jij net was. Oké. Okay. La 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 la. Maar heel veel zombies en spiders. Oh, oké. Okay. Echt heel veel. Oké, okay, nou, het kan een goed teken zijn en een slecht teken. Het slechte is natuurlijk dat je dood kan gaan. En het goede is misschien dat er een spawner zit of zo. Ja, ik had net toch al een zombie spawner. Ja, zo. Hey, random cobblestone in de grond. Oeh. Wat eng, Herobrine. Nee. Ja, mooi. Nee, het is nog een spawner en die zit gewoon heel dicht bij de andere. Serieus? Ja, letterlijk maar 9 meter ervan vandaan. Wauw, nice. En dat was bij die ravijn? In de buurt, ja. Oh, want ik hoorde niks eigenlijk van dieren of zo. Oh, hier is nog veel zombies. Maar nog veel zombies. Weet je wat ik wel jammer vind? Dat mijn pickaxe zojuist op is. Over 3 uses. En dat is nu dus. Auw, heel veel zombies. Auw. Jij bent dood. Haha. Ik ook zometeen. Ik moet even de weg terugvinden. Ik zie hier al die M's en het mines, hè, dus dat is nice. Ik ga heel even kijken of ik dingen kan doen. Of je wat ik kan doen?
Nee, kan niet. Wij proberen dan. Ik kan kijken of slashback werkt, maar het werkt niet. Oh, ja, inderdaad. Ah, pijn in mijn oog opeens. Oh my god. Even kijken de weg terug. Even kijken, dus die gaan fijn. Iron, coal. Hé, ik zie jouw naam. Dat zou best kunnen, ja. Wacht eens. Nu zie ik jouw naam niet meer. Oh joh. Heel erg klein, serieus. Het viel echt opeens gewoon op uit het niets. Ik probeer naar je toe te komen met lag, maar oké. Okay. Oh god. Ja, dat gaat niet lukken. Ik heb geen pickaxe. Zie je mijn naam ook? Nee, ik heb helemaal niks. Oh. Ik probeer mijn spullen terug te halen. Ja, ik heb natuurlijk ook helemaal niks bij me. Ik heb ook geen sticks, oh wacht. Damp. Ik heb natuurlijk gewoon hout hier zo, hè. Ik kan gewoon even sticks en dingetjes maken. Ja, je kan letterlijk alles maken hier. Nou, mooi. Custom map. De custom map van Mojo. Ja. Oh, wacht. Kijk, je zit fucking dichtbij. Wacht eens. Niet bewegen. Ja, ik hoor ook zombies en zo trouwens. Ja, maar zijn het toch. Ja, ik kom naar je toe. Ja, schaaf, komt dan haal ik dit irritante water weg. Hoi! Geweldig. Oké, heerlijk. Oké. Flint. Was je daar dood gegaan? Nee, dat lag uit. Dus ik weet niet van wie. Ja, dat kan ik zeggen. Let's mine that iron. Let's mine that coal. Coal. Oh, maar kunnen wel mijn items zijn eigenlijk. Ja, ik wou het zeggen. Oh god. Het komt allemaal door die water. Wit. Oh my god. Dit ziet er best wel awesome uit eigenlijk. Ja, die creepers ook. Ja, dat is best jammer dat ik geen boog bij me heb. YOLO. Oh kut, precies nu krijg ik een lag bij. Heel erg fijn. Oh, heel erg fijn. Nee. Oh, nu is het weg. Heel erg zo. Attack. Ah! Zo, tering. Zag je dat? Oh, je vloog ver naar achter. Ja. Wat? Ik vloog echt ver naar achter. Wow. Dat zag er best wel epic uit, volgens mij. Ja, best wel. Wauw, dat wil ook nog een keer een herhaling terugzien. Gewoon slow-mo erin editen, weet je, in mijn video. Ja, mooi. Kan gewoon. Ja, tuurlijk kan dat. Dat was best wel lol, eigenlijk. Oh my god, dat wil ik nog een keer terugzien. Ik ga het gelijk terugzien, jongen. Dat zag er echt best awesome uit. Wat? Door één creeper, of het waren er twee, hè? Maar eentje explodeerde eerder en toen kwam die andere. Fuck! Huh? Geweldig, heel erg leuk. Oké. Oh god. Lag. En nog een creeper. Ah!
Oh, ik dacht dat hij bij mij stond, joh. Nee, hij stond bij mij. Oké, gelukkig. Jij mag wel sterven. Oh. Ah, grapje hoor. Vind je heel erg gaar. Neem die railspel. Nee. Ik ben even minen. Heel veel iron. Ja, ik ben rails aan het minen. Merk ik. Ik ben mijn hout. Zo. La 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 la. Ga jij dood? Nee. Ik werd alleen gehit door een spijker. Want er zit hier een spider spawner. Ook al wat? Ja, ik schreef gewoon, jongen. Geef nou maar toe, ja, ik schreef. Nee? Oh, zo'n spawner. That really hurt. Oh god. Interessant. Kunnen we hier even plaatselijk iron smelten? Het kan, het hoeft niet. Mijn zwaard is leeg. Okay. Nou, faal. Dat faalde inderdaad. Dit ook. Ik zeg, ik wou net zeggen, en er komt nu nog een faal aan. Ik zeg, ik voel het gewoon aan mijn water. Ja, je voelt dat aan je water. Oh, heerlijk dit. Waarom heb ik 4 furnaces? Nou mensen, ik zal jullie mededelen. Het is jammer. En ik ga nu zeggen tegen jullie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dit was Lorenzo Games met Peer van WC. En ja... Dus ja, bedankt voor het kijken. Dat was dit was Minecraft 500 Pure FMC. Aflevering 17. Laters.